Deze schelp ken je vast. De mossel. De meeste schelpensoorten leven in de grond. Maar de mossel leeft erop. Mosselen maken op een harde bodem mosselbanken. Ze hechten zich vast aan stenen, aan andere mosselen en schelpen, maar ook op zandplaten waar zandkokerwormen de bodem stevig hebben gemaakt. Mosselen hebben een soort baard. Deze is gemaakt van draden met aan het einde zogenaamde hechtvoetjes. Die blijven zelfs met harde stromingen vastzitten. Mosselen laten zeewater door hun schelp stromen en filteren daaruit de algen. Dat is hun eten. Een mossel kan wel 1,5 liter water per uur langs zijn kieuwen pompen. Alle mosselen van de Waddenzee kunnen in 2 weken al het water van de Waddenzee filteren. Mosselen poepen een soort neppoep. Met de poep van alle mosselen ontstaat een soort slikachtig leefgebied, waarin veel schelpdieren, zeeduizendpoten en kokerwormen kunnen leven. Die voedselrijke slipplaten trekken dan natuurlijk ook vogels aan, als wulpen en scholexters, om er lekker te kunnen eten. Mosselen bouwen zo niet alleen een goede leefomgeving voor zichzelf, maar ook voor heel veel andere soorten. En zo zijn ze dus heel goed voor de hoeveelheid soorten dieren in de Waddenzee.